Ik wil je graag meenemen langs een aantal zaken rondom e-commerce. Maar het eerste, even kort iets vertellen wat wij doen. Maar even kijken of die... doet hij het dan? Ja. Doelstelling, praktisch en interactief inzicht in de kansen om de performance en return on investment van uw website en van uw webshop te verbeteren. En wat doen we? Korte introductie, wat is Strategy on Demand? Heel kort, weet u wie we zijn? Uitdagingen bij de opzet en exploitatie van een webshop. We hebben eind vorig jaar een onderzoek gedaan en gekeken naar wat zijn nou de grote issues die een rol spelen bij het opzetten van een webshop, maar ook zeg maar, bij het exporteren van een webshop. Die resultaten laten we u kort zien. En vervolgens hebben we een zoekwolk e-commerce gemaakt. Want wat je ziet is dat er zoveel dingen zijn die je rondom e-commerce goed moet doen. Dat we die als het ware in een grote wolk hebben verzameld. En achter iedere zoekterm zitten een aantal sheets. Die we dan inderdaad afhankelijk van wat u wil, kunnen die sheets doorlopen. Heel praktisch geformuleerd iedere keer. Wat is het issue? Wat kan je ermee? Wat zijn praktische tips? En voor uitgebreidere discussies stel ik voor dat we inderdaad hierna nog even doorpraten of andere afspraken gaan maken. Heel kort doorpraten van jongens, wat werkt wel, wat werkt niet. Doet hij het? Ja. Strategy on Demand. Wij zijn er voor businessvraagstukken on- en offline. We hebben verstand van internet, maar we hebben ook verstand van gewone business. En we zoeken juist zeg maar, het snijvlak op tussen die twee dingen. On-demand, snel, flexibel, denken en doen, heel dicht bij elkaar. Ik heb zelf 8 jaar bij KPMG Consulting gezeten. Fantastisch bedrijf, die 4 blauwe blokken. Alleen dikke rapporten en die verdwijnen een la in. Dat proberen we inderdaad hoe dan ook te voorkomen. Enkele diensten die we doen, internetstrategie, multichannel strategie, business case ontwikkeling. Total commerce concepten kunnen we ontwikkelen. Webbouwselectie hebben we morgen een workshop over. Customer profiling, inrichting, back-offices enzovoort enzovoort. Voor de rest een aantal logo's van klanten waar we dingen hebben gedaan en waar we ook zo ongeveer altijd teruggevraagd worden. Uitdagingen bij het opzetten van een webshop. Dat is een enquête die we hebben gedaan vorig jaar, augustus, september, oktober vorig jaar. En dan blijkt dat er een aantal grote problemen zijn bij het opzetten van een webshop. In de eerste plaats beperkte financiering. Beperkte kennis over de kansen die internet überhaupt biedt. Ook medewerkers die niet of niet goed zijn opgeleid. En grote impact ook voor de huidige werkprocessen. Dat zijn eigenlijk de 4 grote issues die een rol spelen bij het opzetten van een webshop. Ons advies, denk dus heel goed na voordat je gaat investeren. Weet wat je wil, weet wat je business is. Heb ook een inschatting van wat je klanten willen en probeer daar dan ook de verbinding tussen te vinden. Eventueel kunnen we daar morgen met name ook wat meer over vertellen als we die webshop over webbouwselectie doen. Of anders, als mensen daar vragen over hebben, kunnen we daar straks nog iets over vertellen. Doet hij het? Dan. Wat zijn, en dat is meer de issue voor de workshop van dit moment, wat zijn de uitdagingen die een rol spelen bij de exploitatie van een webshop? Dan heb je dus geïnvesteerd en wat zijn op dat moment de issues die een rol spelen? Nou, het mooie is, 23% van de respondenten geeft aan, we hebben geen problemen met onze webshop. Die doet het, levert gewoon op wat die moet doen en dat is fantastisch. Er zijn ook een hoop problemen die er inderdaad nog steeds zijn. Heb je geïnvesteerd, zijn er nog steeds, 33% geeft het aan, zijn er problemen rondom de usability. Dat vind ik veel, dat vind ik erg veel. De interne werkprocessen zijn niet goed aangesloten op wat je aan de voorkant vertelt. Aan de voorkant vertel je iets, 28% geeft aan, mijn werkprocessen zijn niet goed uitgelijnd. Ook dat vind ik veel. Vindbaarheid, 24%, ook fors. Wat dan zo mooi heet Search Engine Optimization. Uitstraling, look and feel. Bij 21% van de respondenten is dat een issue. Heb je dus een mooie website, althans een website die je doet, alleen de look and feel communiceert niet goed genoeg met je klanten. En beschikbare content, dat is ook bij een aantal spelers een probleem. Basisregel e-commerce. Ik bedoel, dat merken we steeds meer bij onze klanten. Dat op een aantal punten zijn een aantal lessen heel klein te maken. Althans heel kort samen te vatten. En of je nou beginnend bent, beginnend webbouwer... beginnend eigenaar bent van een webshop of dat je daar inderdaad al wat verder ervaring mee hebt. Dit zijn inderdaad 4 basisregels e-commerce waarvan wij zeggen, daar moet je echt aan voldoen. Wil je op een gegeven moment echt succes kunnen hebben. Eerste is, ken je potentiële klant en ken ook
het liefste zijn behoeftes, haar behoeftes, maar ken ook het liefste de latente behoeftes. Succes van je website staat en valt voor een belangrijk deel met de vraag hoe goed ken jij je klanten? En hoe goed weet je ook zelf wat zelf je eigen onderscheidende waarde is? Richt ook vervolgens een goed geordend proces in en evalueer permanent. Die tekening die daar staat, bezoek genereren, kijken, keuren, kopen, weer kopen, ambassadeur worden. Hè, dat is de manier waarop je conversie in elkaar zet. Dat betekent dat je daar bij het maken van je webshop, dat je dat inderdaad heel goed over nadenkt. Hoe je een potentiële klant als het ware meeneemt door al die stappen heen. En wat we ook aangeven, wees blij dat die webshop er staat, maar denk dan niet dat het klaar is. Dan begint het werk eigenlijk pas echt goed. Evalueer permanent. Zet Google Analytics in of een ander statistisch pakket. Weet hoe dat het gedragspatroon van jouw bezoekers, hoe dat in elkaar zit. Weet ook bij welke pagina's ze vastlopen. En neem dan inderdaad ook actie om te zorgen dat je dat bijplust. Want je bent wat dat betreft nooit klaar met je webshop. Misschien moet je op een gegeven moment ook wel meerdere webshops gaan hebben. Wat ook essentieel is, regel de back-office goed. Maak waar wat je belooft. Of je moet iets hebben van, ik cash en daarna ben ik weg. En daarna is die klant, krijgt niet eens waar hij voor betaald heeft. Ik neem niet aan dat er zulke mensen hier in de zaal zitten. Dus als je serieus om wil gaan met je klant, regel dan de back-office inderdaad ook goed. Want als die klant op dat moment een goed gevoel heeft, van hij maakt waar wat hij belooft, is de kans ook het grootst dat hij terugkomt. Wat dat betreft adviseren wij onze klanten ook altijd om te focussen op long life customer value. Want wat in het normale businessleven geldt, geldt ook in het internet businessleven. Het is duurder om een nieuwe klant te krijgen dan om een bestaande klant vast te houden. En dat betekent dat je inderdaad aan die rechterkant van weerkopen en ambassadeur worden, daar moet je inderdaad ook energie in stoppen. Want die klant heb je binnen en het kost nogmaals veel meer geld om klanten binnen te krijgen dan om een bestaande klant zeg maar te zorgen dat hij weer koopt, want hij heeft een goede relatie met jou inmiddels. De e-commerce zoekwolk. Op basis van de enquête die we hebben gedaan en onze andere ervaring hebben we zeg maar een soort 30, 35 verschillende items neergezet waarvan wij denken van jongens, dit is van belang om te zorgen dat je je webshop goed hebt lopen. En er zitten hele kleine onderwerpjes bij, die zijn wat minder belangrijk, nog steeds essentieel, maar toch iets wat minder. Beveiliging merken we ook bij die enquête, die scoort wat minder als probleem, dus blijkbaar is dat goed te tackelen. Look and feel en dat soort zaken, werkprocessen, dat soort zaken scoorden heel hoog. Achter al deze termen zitten 1 of 2 sheets en kunnen we inderdaad heel kort doorpraten, wat is het, wat kan je ermee en wat zijn praktische tips. Vraag aan de zaal. We hebben ongeveer nog een kwartier, 20 minuten. Wat zijn de issues waarvan jullie zeggen, van daar willen we wel wat meer van afweten? Ik hoor je dat? Usability. Toon, jij zoekt usability op. Usability is een ander woord voor gebruikersvriendelijkheid van een webshop of een website. En wat dat betreft is usability, gebruikersvriendelijkheid, is een absolute must om bezoekers vast te kunnen houden, irritatie te voorkomen en conversie te vergroten. Controleer wat dat betreft jullie pagina's. Gaan we even naar de praktische tips. Controleer uw pagina's op best practices zoals vaste herkenbare positionering van elementen. Bijvoorbeeld zoek altijd rechtsbovenin. Een aantal zoekstructuren zitten meestal links in de pagina of bovenaan de pagina. Het is natuurlijk heel leuk experimenteel om eens een keer rechts te zetten of onder te zetten of wat dan ook. Maar dat is niet waar mensen gewend zijn om dingen te vinden. Dus als je al experimenteert, moet je zeker weten dat dat voor een doelgroep is die het ook leuk vindt als je daarmee experimenteert. Wat wij op onze eigen website hebben, Strategy on Demand, dat is zeg maar een zoekwolk die draait. En sommige mensen vinden dat wel leuk. En die hebben iets van, kan hij nog sneller draaien? Nou, dat kan niet. En sommige mensen vinden het helemaal niet leuk, maar die hebben dan de houvast in de vaste structuur van de website. We gebruiken die zoekwolk ook bijvoorbeeld bij klanten. En dan zeggen we ook van, als je nou bepaalde thema's hebt, zorg nou dat die in die zoekwolk zitten, dat ze hem daar kunnen vinden, maar hou vooral vast aan je vaste structuur. Dus wat dat betreft weer terug, vaste herkenbare posities van dingen. En als je al gaat experimenteren, en dat is ook goed dat het af en toe gebeurt, weet dan dat je dan een doelgroep hebt die dat ook leuk vindt en met jou meegaat in dat zoekproces. Heb je een klassieke doelgroep, doe het vooral niet, want die verwacht een aantal dingen boven, links, rechts enzovoort.
En ga je dan wel experimenteren, ja, dan krijg je geïrriteerde bezoekers en dan is het op een gegeven moment wel over. Blijf ook wat dat betreft usability checks gewoon uitvoeren. We hebben zelf ook een online test. Als je die wil doen, kan je inderdaad kijken hoe het met jouw usability zit. Maar verzamel ook informatie over die usability en kijk waar het vastloopt. Als je een doelgroep goed kent, focusgroepen, dat werkt vaak ook fantastisch. Dat je gewoon mensen laat kijken van, joh, dit is mijn website, waar loopt het wel, waar loopt dat niet. AB-testen, dat je als het ware dezelfde pagina op meerdere manieren aan gaat bieden. En dan gewoon kijkt in de back-office welke route doet het nou goed, welke doet het nou minder goed. Speel wat dat betreft met die website. Wat ik zei, gebruik focusgroepen en om inderdaad knelpunten kritiek te bestuderen. En met eye-tracking kan aan de hand van oogbewegingen een pagina worden geoptimaliseerd als je heel ver gaat. En soms is dat wel heel nuttig. Dan heb je gewoon een focusgroep, die krijgen een pagina en er wordt bijgehouden waar kijken ze nou het eerst. Wat valt op, wat valt niet op. En dan kan je soms een fotootje kleiner maken of een header kan je groter maken of juist kleiner maken. Om te zorgen dat het zoekproces van de ogen zo gaat als jij zegt van, zo moet hij gaan, want nu komt hij op de goede volgende pagina. Geef dat een beeld. Weer terug. Return on investment. Die staat helemaal links, Toon. Boven bezoek genereren. Helemaal links. Je bent er bijna. Wat is het issue? Even een definitie. Return on investment is de verwachte opbrengsten plus kostenreductie afgezet tegen de investering plus de applicatiekosten. Of de exploitatiekosten. Wat kan je ermee? Goed, return on investment is voorwaarde voor continuïteit van de internetactiviteiten. Wat wij zien is dat een hoop klanten vaak vergeten dat dat een belangrijk issue is. Ze hebben iets van, doe maar een website of doe maar een webshop. Ja, waarom? Ja, mijn buren hebben er ook een. En het besef dat het dus onderdeel is van je business en dat je dus inderdaad ook moet weten wat je dus ook voor doelen en voor doelgroepen gaat bereiken met die webshop, dat wordt vaak vergeten. Dat betekent dat er aan het begin van het traject geen business case is. Ik vraag niet eens om een internetstrategie, hè. Een business case zou wel heel mooi zijn. En dat betekent dat er wordt een budget gegeven. En of er wat uit gaat komen, dan is dat is vaak geen issue bij de start van een webshop. En dat is doodzonde. Want ook als je zegt van, joh, ik weet niet zoveel van webshops, ik weet ook niet zoveel van internet, maar ik vind het wel belangrijk dat we daar iets mee gaan doen. Dan zeg je van, oké, ik ga ermee experimenteren. En dat betekent ook dat je die ervaringen ermee ook heel goed vastlegt en ook nadenkt, wat betekent dat voor mijn toekomstige ontwikkelingen. Wat nodig is, is of je zegt, het is een experiment en daar heb ik zoveel geld voor over. En als er wat terugkomt, is dat meegenomen, maar in ieder geval heb ik de leerervaringen heb ik binnen. Of je hebt een heldere business case waarbij je zegt, ik scoor nu zo ten opzichte van mijn concurrenten. Gewoon wat performance betreft, wat conversierate betreft. En ik wilde dat op die manier eruit gaat zien. En dit zijn de doelgroepen die ik ga bereiken, enzovoort. Het mooiste is ook nog als je daar ook services aan gaat koppelen. Dat je dus niet alleen naar de marketingkant kijkt, maar ook echt naar de businesskant. En dus ook aangeven van oké, ik ga mijn klanten vasthouden door ze online die en die services te gaan bieden. Dat betekent dat je ook heel creatief moet gaan nadenken, oké, ik heb nu deze services voor mijn klant. En welke andere services kan ik eventueel aan gaan bieden. Dat hoort zeg maar bij zo'n business case, hoort dat thuis. Wat er ook een manier is om tenminste te zorgen dat je investering, dat je die wat gaat spreiden over de tijd, is door niet zeg maar alles in één keer te doen, maar inderdaad zeg maar een soort internet roadmap te hebben, waarbij je zegt van dit is mijn eerste stap, en dan speel ik wat, en dan leer ik wat, en dan ga ik op die manier verder. En dan zo bouw ik inderdaad aan een hele geavanceerde webshop met een mijn omgeving, zo'n my stippeltje. Bouw dat dus ook gewoon op en kijk dus ook gewoon per keer, per stap, hoe je die investering doet. En als je nu in een website zit waarvan je zegt van, joh, hij doet het eigenlijk niet goed, dan moet je ook kijken van waar kan je dus nu op dit moment al voor de korte termijn dingen aanpassen. Dan wel moet je op een gegeven moment toch zeggen van, ja, het is toch een beetje kwaad geld weggooien als ik hiermee doorga. Ik ga gewoon goed evalueren wat er nu gebeurt. Ik ga kijken naar mijn business case.
en als het ware opnieuw een ontwikkelstap zetten. Maar nogmaals, zeg maar, een van de dingen is dus ook van smeer je investeringen over meerdere jaren uit. En leer dan ook in de tussentijd. En wat ik, dat is ook in antwoord op jouw issue en wat ik ook eerder heb gezegd, blijf dus ook continu kijken naar het verbeteren van je performance. Hoe loopt die conversie, wat weet ik daarvan, enzovoort. En pas dus ook in de tussentijd dingen aan. Want op het moment dat, zeg maar, on the spot je conversie omhoog gaat, betekent ook dat je ROI omhoog gaat. Nou, volgens mij heb ik alle, eventueel kan je nog kijken of je naar goedkopere hosting kan, of dat je andere dingen kan gaan doen. Maar even samenvatten, heel praktisch, kijk gewoon hoe je conversie op dit moment gaat, weet hoe dat loopt en ga dat verbeteren. Want als je meer conversie hebt, krijg je dus ook een betere return on investment. Kijk waar je misschien delen goedkoper weg kan zetten, hosting of wat dan ook. Of zeg op een gegeven moment van ja, joh, dit zal nooit op deze manier nooit geld opleveren. Ik ga nu gewoon echt een goede business case in elkaar zetten. En lerend van wat ik heb gedaan, maak ik de volgende stap in mijn e-commerce ontwikkeling. Ja, dat varieert heel sterk. Ik bedoel, net als in het normale marketingsleven zijn er... De vraag was trouwens van met welk marketingsbudget moet ik, zeg maar, per bezoeker rekening houden? Dat was de vraag. Wat ik zeg, dat varieert ook bij normale marketingsbudgetten. Ik bedoel, je kan heel slim opereren en dan kost het bijna helemaal niks. Je kan inderdaad ook hele zware online-offline campagnes erop zetten. Dus wat dat betreft is het ook heel precies kijken wat voor type business. En ook af en toe hoe slim kan ik daarmee zijn. Als je het een beetje slim doet, zeker als je ook, zeg maar, je vindbaarheid bij Google goed geregeld hebt. Ja, dan kan je daar al heel verslagen maken. Ik loop ook wat verder de zaal in. Ik weet niet hoe ver het bereik is. Toon, als ik te ver ga, hoor ik het, hè. Zijn er andere issues waarvan jullie zeggen dat wil ik... Wat zeg je? Werkprocessen. Het is een heel groot veld, omdat het een heel belangrijk issue is. Wat is het issue? Werkprocessen in de back-office, intern en extern, dienen afgestemd te zijn op hetgeen er aan de voorkant gebeurt. En let, ik kom daar straks nog wat uitgebreider op terug, intern en extern. Dus intern is wat er binnen je eigen organisatie gebeurt, extern is er wat er als het ware in je waardeketen gebeurt. En daar kan je vaak ook heel veel kosten besparen of op een nog betere manier naar klanten toegaan. Relevante processen, aanleveren van juist en tijdige content, tekst en foto's, product finders, fulfillment, procurement, logistieke afhandeling, klantenbehandeling, CRM en et cetera. Wat is het issue? Waarom is het überhaupt belangrijk? Omdat een mismatch tussen je front-office en je back-office leidt tot ontevreden klanten. En dus inderdaad niet tot bestellingen en dus tot een lager return on investment. Het is zo enorm duidelijk dat dat het probleem is, dat we inderdaad schrokken bij die uitkomsten van die enquête, dat iets van tegen de 30% na geïnvesteerd te hebben in een webshop, zij aangaven van jongens, we hebben problemen met onze werkprocessen. Daarom ook onze eerste praktische tip, investeer in een vroegtijdig stadium de effecten van de internetambities op de benodigde werkprocessen. Voor een multinational op het terrein van kabels hebben we op een gegeven moment ook gekeken bij hun internetstrategie van oké, zou het op een gegeven moment ook mogelijk zijn dat een B2B klant ook gewoon via een webshop bestelt bij jou. En toen zei de man die over de logistieke processen gaat, hij zei dat is een prima idee, maar niet nu. Want nu weten we wel dat er een grote kabel is van een kilometer lang, keurig opgerold. We weten waar die gemaakt is, maar we weten op dit moment niet of die nou in Le Havre ligt of dat die nog steeds bij de plant ligt waar die gemaakt is. Dus dat betekent dat je die logistieke processen moet je op orde hebben. En op het moment dat je dus aan het plannen bent met wat ga ik doen met mijn webshop, moet je dus ook in de tijd uitzetten van ja, over een half jaar heb ik mijn processen op orde of over een jaar. Want anders werkt het niet. Een ander punt wat speelt, je hoort steeds meer de klant centraal. En dat is ook weer zo'n mooi issue waarvan je zegt van ja, wie kan daar nou tegen zijn? Tegen customer-centric management, dat is dan de mooie term daarbij. Maar juist als je dat soort concepten in je hoofd hebt of daar überhaupt maar aan denkt, weet dat het heel veel impact heeft op je website, je webshop, maar ook je werkprocessen, je competenties van je medewerkers en je interne structuur en je IT-structuur.
Dus wat dat betreft kan je heel veel problemen voorkomen door inderdaad in een vroegtijdig stadium na te denken wat betekenen mijn internetambities voor mijn werkprocessen. En ook daar, net wat ook rondom je volwassenheid op internet, zo'n internetroadmap gefaseerd, ook daar moet je dus in stappen toewerken naar gewoon passende werkprocessen bij jouw ambitie. Blijft natuurlijk de vraag, dat je op dit moment heb je een webshop en die werkprocessen die doen het niet goed. Dan nog is het inderdaad kijken van, jongens, waar kan ik op de korte termijn reageren? En waar kan ik op de korte termijn de zaken recht breien? Ik weet niet of het antwoord geeft op de vraag? Ja, nou, oké. Nou, als je erover door wil praten, ook zeg maar met de specifieke cases, dan graag. Want normaal is het inderdaad gewoon heel... Kort, wat is het, wat kan je ermee, enzovoort, praktische tips. Andere issues, ik zag daar een issue. Vraag, ik heb een stukje gemist, dus ik weet niet of het al het sprake is. Dus in termen van SEO, bijvoorbeeld het al of niet hebben van een sitemap, wat heeft dat voor invloed voor Google? Ja, en daarna kom ik bij jou. Partners. Wat zeg je? Partners. Oké, dan neem ik daarin mee. Ja. De vraag is naar search engine optimization en vindbaarheid. Toon, ben je er? Wat is het issue? Search engine optimization is het geheel van activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de resultaten op een zoekmachine. Dat kan Google zijn, maar dat kunnen ook anderen zijn. En wat moet je daarvoor doen? En wat kan je daarmee? De inhoud en technische opbouw van uw website bepalen de organische vindbaarheid. Dus als je inderdaad je content goed georganiseerd hebt, moet je echt even kijken hoe je CMS in elkaar zit. En dat is daar wel belangrijk bij. Want inderdaad via headers en via andere, wat meer in de techniek zit, kan je dus inderdaad ook zorgen dat de vindbaarheid van jouw website omhoog gaat. De ene CMS is daar beter in dan de ander. Dus als je bijvoorbeeld ook bezig bent om een nieuw pakket te selecteren, neem dat absoluut als issue mee. En hoe kan je dat nou beïnvloeden? Gewoon goede kernwoorden. Weer, wat is mijn business? Wat is de vraag van de klant? En welke kernwoorden passen daarbij? Welke kernwoorden passen bij mijn business? En welke kernwoorden denk ik dat een klant dat zal gaan gebruiken om bij mij terecht te komen? Van mij bedoel je daar ook steekproeven bij klanten. Maar goede kernwoorden zijn heel essentieel. En vervolgens ook consistent uitgeschreven content. Dus niet van afdeling A doet iemand dit en van afdeling B doet iemand dat. Nee, zorg ook dat het gewoon consistent uitgeschreven is. Het mooiste is als daar gewoon 1-2 schrijvers, intern, extern, daarop zitten. Om te zorgen dat die content gewoon goed is uitgelijnd. Partnerlinks, dat was zeg maar de parallelvraag daarbij. Het werkt voor je vindbaarheid heel erg goed als je zeg maar gelieerd bent aan een aantal bekende partijen. Stel, jij hebt inderdaad een internetverwijzing van jou naar Microsoft. Nou, dat is nog te doen, maar het zou mooier zijn als Microsoft hem ook naar jou heeft. Die wordt geteld bij Google. Google heeft wat dat betreft ook een soort ranking van partijen die heel veel aanzien hebben op internet en partijen die minder aanzien hebben op internet. En het verhoogt jou als jij zeg maar, op die interactieve manier gelinkt bent aan een partij met een hoge ranking binnen Google. Dus Microsoft is daar een voorbeeld van, maar zo zijn er nog een paar. En op die manier helpen partnerlinks jou dus om hoger te komen met jouw scores van de website. En nogmaals wat ik zei, passende links. De ene CMS is daar beter op toegesneden dan de ander. Er komt nog een aanvullende vraag. Ik loop even naar jou toe. Je had nog een vraag of niet? Ja? Mijn vraag was over de sitemap, zeg maar. Ja. Ik heb meegemaakt dat het toevoegen van de sitemap juist een verlaging van de ranking betekent. Dan moet daar wat anders gespeeld hebben. Want normaal zeggen we ook tegen klanten van heb nou een hartstikke heldere sitemap op je webshop zitten, op je website zitten. Want dat helpt inderdaad wel bij het hoger scoren enzovoort. Want dat is een van de elementen waar zeg maar, door Google, maar ook andere machines naar gekeken wordt. Dus als dat bij jou zo niet gewerkt heeft, dan moet daar denk ik wat anders gespeeld hebben. Maar misschien kunnen we daar nog even zo over praten. Ik kijk even naar de regie, hoeveel tijd er nog is. Of 3-4 minuten. Ik heb denk ik nog ruimte voor eentje.
Dat is een hele mooie vraag. Heb je daar een kwartier voor? Nee. Mag ik de e-readiness? E-readiness, waar zit die? E-readiness zit rechts aan de rechterkant. Voor een succesvolle webshop is belangrijk dat er zeg maar, een stevige back-office is. Dat heb ik al een paar keer aangegeven. En je kan je e-readiness kan je als het ware ook scoren. Er zitten vier essentiële elementen zitten daarbij. Je visie, je leiderschap. Heel plat, in welke mate is de directie, raad van bestuur geïnteresseerd in dit soort zaken? En tonen ze daar ook echt commitment voor? Is het inderdaad onderdeel van de algemene corporate strategie? Is daar zeg maar een van de kernvragen bij. Competentie van medewerkers is een tweede. Essentieel dat je in huis de mensen hebt die inderdaad ook datgene kunnen doen wat er moet gebeuren. Rondom het runnen van een webshop. De interne organisatie. Weer even die kabelaar waar ik het net over had. Daar hadden we gezegd van oké, er moet goede content op. Die moet eenduidig zijn, die moet in meerdere talen zijn. Het is de eerste stap in je salesproces. Dat betekent inderdaad dat de namen die erop staan, dat die inderdaad ook up-to-date moeten zijn. En dat het niet zo is dat daar een naam staat van iemand die al 3 maanden uit dienst is. Het klinkt allemaal heel eenvoudig, maar dat moet je zeker in grote organisaties, moet je dat absoluut goed moet je dat organiseren. Interne organisatie ook. Zeker als je begint, dan heb je nog in je organisatie helemaal geen verstand rondom search engine optimization, Google Analytics en nog een paar van dat soort zaken. Dat betekent dat je dat in de eerste tijd, is het dan verstandig om dat op projectbasis in te huren. Daarna moet je ook zorgen dat die expertise in je eigen club is ontwikkeld. IT-structuur is ook een essentieel onderdeel van je e-readiness. Waar we meestal ook naar kijken als we bij klanten e-readiness testen doen, is niet alleen deze 4 items, maar ook wat we noemen organizational IQ. Dat is zeg maar het IQ van een organisatie, het vermogen van een organisatie om heel snel informatie van buiten naar binnen te halen, besluiten over te nemen en om te zetten in actie. Maar dat is natuurlijk ook wel iets wat er binnen een organisatie moet gebeuren. Als je op internet bent, het is een snel medium, er gebeurt waanzinnig veel. Dat betekent ook dat je als organisatie in staat moet zijn om heel snel die ontwikkelingen van buiten op te kunnen pakken en naar binnen weg te kunnen zetten. En ook daar zijn een aantal manieren voor om dat gewoon goed in kaart te brengen. Dus als je het goed doet, heb je dus deze 4, heb je goed op orde. En het vermogen om informatie snel van buiten naar binnen te halen en om te zetten in actie. En als je dat goed kan, ja, dan ben je echt gewoon een topspeler op het terrein van internet. Geef het antwoord op je vraag? Kunnen we nog eentje doen of zeg je? Als er nog vragen zijn uit de zaal, een laatste voordat we verder gaan. Nog eentje terug en dan naar affiliate. Links. Wat is het issue? Het is een manier van online marketing waarbij de webwinkel de affiliate betaalt voor aangeleverde leads, bezoekers of sale. Ik weet niet, wil je het meer hebben vanuit het netwerk of zeg maar de webshop daarachter? Wat je moet doen, even los van wat hier staat, en ik zal het kort houden Patrick, dat gaf je aan. Je moet heel goed nadenken, wat is mijn business? Wie zijn mijn klanten? En wie kan ik nou als intermediair gebruiken om te zorgen dat die klanten bij mij komen. En er zijn dus inderdaad een aantal netwerken waarbij je als het ware ruimte afspreekt. En zij zijn zeg maar, ik zeg het even heel eenvoudig, een soort verzamelplaats waar iedereen rondom dat thema terechtkomt. En dan komen ze jouw link tegen. En dan, als dat goed is, komen ze bij jou uit. En je betaalt, op het moment dat het bij jouw business wordt betaald, betaal jij. En het klinkt weer allemaal heel eenvoudig. Dat is voor een belangrijk deel met e-commerce. Het klinkt allemaal heel eenvoudig. Maar zeg maar, dit denkproces, en ik heb het inmiddels 7 keer gezegd, 8 keer gezegd, dus ik hoop dat die boodschap een beetje blijft hangen. Weet goed wat je business is. Weet goed wat je klanten zijn.
En dan kan je dus bijvoorbeeld affiliate marketing heel goed gebruiken om dat goede netwerk, die goede tussenpersoon te vinden die jou helpt om daar om meer omzet te gaan draaien. Maar zomaar met iemand wat afspreken omdat het je wel aardig lijkt, dat werkt niet. Dat kost moeite, kost geld, zonde van je tijd, zonde van je geld.